Woensdagmorgen is in Bartlehiem de eerste herbergier van Friesland geopend. Een herbergier is een kleinschalige woonvoorziening waar mensen met geheugenproblemen wonen. Er wonen hier straks mensen met geheugenproblemen. Dat zullen voornamelijk mensen zijn met dementie. En ook wel voornamelijk mensen die wat op leeftijd zijn. Maar het is ook mogelijk. En we hebben ook contacten met mensen die echt jonger zijn. Want dementie komt ook op jongere leeftijd voor. Daarnaast kunnen het mensen zijn die bijvoorbeeld door een ongeluk of iets anders geheugenproblemen hebben. En die kunnen hier ook wonen. In Bartlehiem zijn daarvoor in de voormalige stoomzuivelfabriek 16 appartementen gerealiseerd. Tevens is een gemeenschappelijke kamer met een keuken en een prachtige tuin. De leiding is in handen van zorgondernemers Oets en Judith Visser. Ze wonen zelf ook in de verbouwde fabriek, zodat ze zorg en diensten aan de bewoners kunnen bieden. Nou, 2 jaar geleden heeft Oets de advertentie gelezen. Toen werd er gevraagd om zorgondernemers. Oets heeft nog 2 weken gewacht om het aan mij te vertellen. Toen ik het hoorde, had ik meteen zoiets, ja, dit is wat precies past bij wat we graag willen. Wat we nog qua werk willen. En ik heb jaren ook niet in de zorg gewerkt. Ik wil graag weer in de zorg. En ook, nou, dit doen we zelfstandig. Dus dat zijn de 2 belangrijkste dingen. Jullie komen beide uit de zorg? Oorspronkelijk wel, ja. Ik heb een aantal jaren ook iets anders gedaan. Oets is altijd in de zorg, blijven werken. Maar oorspronkelijk hebben we allebei de HBOV gedaan. Elfstedenwinnaar Jeen van den Berg reikte woensdag de sleutel uit aan de dochters van het echtpaar. Tamar van 9 en Tirza van 5 jaar. Hij voer daarvoor met de Wienser Oerzet van het bekende Elfstedenbruggetje naar de voormalige stoomzuivelfabriek. Dat Jeen van den Berg bereid weer om hier te komen, om eens de sleutel te gaan. Hoe weer de reis hierheen met Pontie? Nou, het weer fantastisch. En daar ben ik wel vaker langs gaan. Ja. Eerst van Dokkum daar en dan van Dokkum ook. En dan moesten we daar wel links onder die bregen terug. Ja. Ja. Nou ben ik benieuwd als je hier van krijgt. Probeer maar of die ook. Jullie zijn het beheerders-echtpaar. Ja, dat klopt. Wij gaan dit huis runnen, zal ik maar zeggen. Wij komen hierin te wonen. Hier achter mij, aan de waterkant, komen wij te wonen met uitzicht op de Dokkumer. In de directeurswoning? In de voormalige directeurswoning, klopt. Ja. Het is een heel mooi statig huis, hè? Ja, het is echt een heel mooi huis. Het is uit 1893. En als je aan de buitenkant ziet, dan zie je ook nog heel mooi die spanten en het overstekende dak. Ik vind het echt een heel mooi pand. En ze hebben het ook echt heel mooi in de oude stijl weer opgebouwd. Of vernieuwd. En dan is zo'n mooi pand. Hoe komen jullie hier terecht? Ja, prachtig. Het is in een franchisevorm. Dus de franchisegever, die regelt eigenlijk de panden. Die zorgt dat de panden worden opgekocht. En wij zijn gewoon gevraagd van, nou, willen jullie eens kijken of dit ook wat voor jullie is? Klikt het met dit pand? Ja, wij vinden het zo'n prachtig plekje en zo'n mooi huis. Dat wij zeiden, ja, dat willen wij wel. Hoe is het met de belangstelling voor de herbergier? Goed. Er zijn heel wat mensen die ons bellen en ook soms even om informatie. Maar we hebben al heel wat gesprekken gevoerd met families en mogelijke bewoners. Het is alleen, je merkt wel, het is gewoon wel een heel proces voor mensen. Je zet iemand, nou je zet, kijk, zeg ik het al, niet iemand graag uit het huis. Je zoekt met moeite een andere plek voor iemand als het thuis niet meer gaat. En nou, dat zijn processen die lang duren. Maar we hebben al een aantal bewoners die komen de 15e of die later in december of januari instromen. Ja. Mogen ze hier alleen wonen of komen hier ook echtparen in te wonen? Er kunnen ook echtparen in wonen. We hebben wat kleinere kamers en wat grotere kamers. Maar het is mogelijk dat hier echtparen wonen. Ik kan me voorstellen dat mensen nieuwsgierig worden naar de herberg hier. Ja, nou dat hopen we maar. Ja. En dan kunnen ze altijd gewoon eens even bellen of even komen kijken. En dan kunnen we het ze altijd laten zien en eens over hebben of het wat is. Er is ook open huis, geloof ik, binnenkort. Ja,
Op 12 en 13 november is er open huis van 10 tot 6 uur. Kan iedereen die gewoon leuk vindt om te kijken of op een andere manier belangstelling heeft, even bij ons binnenlopen.